Welkom allemaal hier bij de eerste bijeenkomst van het Jaar van de Ruimte On Tour. Mijn naam is Andrea van Pol. Ik heb voor de VPRO het programma, ik was een van de reporters van de Slag om Nederland, het programma over ruimtelijke ordening. Staat niet meer, maar wel belangrijk natuurlijk. En ik was vorig jaar ook de, ik was de presentator van de startbijeenkomst in de beurs van Berlage. Wie was daar ook? Wie was daar niet? Stak u uw hand op? U was er niet? Ik was er niet, nee. Waarom niet? Ja, ik denk dat ik niet kon. Ik denk dat ik niet kon. Ja, ik weet niet meer precies, want welke dag was het? Nee, ik weet het. 15 januari. Nee, ik was er niet. Nee. Wat er vooral naar voren kwam, het was een openingsbod. Het was een hele dynamische bijeenkomst. Het was heel erg druk en groots. En Schultz was er, de minister, en Nelly Kroes en Hans Aldert. Allemaal belangrijke mensen. Maar wat ook vooral aan de orde kwam, van het is een openingsbod en alles is nog in beweging. Er wordt een manifest gemaakt, maar het is een levend manifest. En alles staat nog helemaal niet in steen gehouden. En daarom zijn we hier nu ook bij elkaar om weer verder te praten met de dialoog en met de opgave en met de vraagstukken. Maar ik ben verder wel... Oh, ja, komt u maar binnen. Waarom bent u te laat? Ik was niet laat, want ik moest even bellen. Goedemorgen. Moet je even bellen? Maar u bent wel te laat. Jazeker. Ja. Krijgt geen taart meer. Geeft niet. Ik heb heerlijk gefietst over het Groningenland. Waar kom je vandaan? Bierum. 12 kilometer. En ik heb even geteld onderweg wat er allemaal aan reparaties waren. Vandaar dat ik wat te laat ben. 12. Ja, oké. Maar je was op de fiets, dus je hoefde niet te laat te komen. Nee, maar ja, ik was even afgeleid. En wie ben je? Waar kom je voor? Ik ben de Colette Marie. En ik kom om te kijken of er inderdaad nog een toekomst van Groningen is. Want dat weet ik dus niet. Ik laat me verrassen vandaag. Oké, ga zitten. Nou, er is heus nog wel een stuk taart voor je. Wie was er wel op de startbijeenkomst? Nog heel even handen omhoog. Wat viel u daar op? Wat opviel, dat was vooral de grote belangstelling. Ik maak ook heel hard voor de organisatie, dus daar ben je nog vanzelf blij mee. Maar dus ook de belangstelling voor die er blijkbaar toch is voor ruimtelijke ordening. Hoewel je dat vaak niet zo heel erg merkt in het publieke debat. En dat was ook precies de reden waarom we met het Jaar van de Ruimte begonnen. Ja. Nog meer mensen die... Even kijken, stak u uw hand op? Nog even handen? Wie er waren? Ja. Wat viel u op waarvan u denkt, hey, dit is mooi dat het op de agenda staat, of waar u nu vandaag aandacht aan wilt besteden? Nou, wat mij opviel was dat er erg veel usual suspects waren, dus mensen uit de kring, maar ook heel veel nieuwe gezichten. Dus dat vond ik heel erg leuk. Usual suspect, dat klinkt een beetje van, die hoef ik niet echt te zien. Jawel, die moet je natuurlijk ook zien, maar... Wie waren dan die nieuwe gezichten? Nou, veel mensen die sowieso al jonger waren. Nou, dat viel mij op als babyboomer. Want we moeten toch allemaal vroeger of later met pensioen. Ook al zou je langer door willen werken. Dus dat moet ook overgedragen worden. En ik vond ook leuk dat er een soort mix was van terugkijken en vooruit blikken. Of vooruit hopen eigenlijk. Leuk.